Good morning, vandaag is dag nummer 53 in deze serie Jezus als Beter. Gisteren hebben we vorig gemerkt met kapitel 7 in Hebreeën. En we horen je lezen van een paar andere grote onderscheiden tussen Jezus en de Levitische priesters. De Leviten die hadden zelfs zin en die moesten dan afgeven voor zichzelf eieren kunnen veranderen. En de Levitische priesters toen deed ook allemaal anderen wegen de mensen die allemaal waren gestorven en dan deed ook allemaal vertuschen. Jezus opa heeft geen zin en zo hij brugt niet voor zichzelf opferen. En Jezus leeft eeuwig, zo hij kon voor alle eeuwigheid aanstoen voor ons, dat wordt niemals meer tussen. Nu vandaar waar we aanvangen in kapitel 8, en de schrijver wordt nu aanvangen dat schoten te vergelijken met dat werkelijkheid op veel verschillende wegen door de nächste paar kapitels. Zo we moeten lezen kapitel 8, vers 1 en 2. De hoofdzaak die wij te zijn hebben is dit. Wir haben einen hohen Priester, der im Himmel bei dem Allmächtigen seinen Thron und der rechte Sitz sät. Der denkt du als hohen Priester am Allerheiligsten, am wahren Anbetungszelt, dort Gott selbst abgestellt hat, und nicht ein Mensch. So der Schreiber sagt, das ist der Punkt von alles, was ich probiere zu sagen. Wir haben einen hohen Priester im Himmel. Er sät du so. Er ist ganz vollkommen. Die Leviten, die deuten aber ihr Dein. Opa Jezus dat im Himmel doen. Moses, hij hoort een aanbiddingszelt gebied, wordt een schoten weer van dat werkelijke aanbiddingszelt, wat God zelfs heeft gemerkt im Himmel in de eeuwigheid. Nu, er zijn een paar punten waar ik wil gleich een klein beetje meer van te reden hier. Het eind is, wat bedeutet van het zijn dit, dat Jezus is bij de rechte hand van Almachtje, of bij de rechte hand van Vader. Wat bedeutet? In Kapitel 1 redet er ook van zijn stort. Over de Meinung te hangen dat is dat Jezus heeft alle macht gekregen. Een beetje zoals we zouden zeggen dat van een andere persoon hij is mijn rechte hand. Nee, vielleicht bij mijn schaft of irgendwo. Dat meint zoveel dat ik even jevam alles. Hij deed dingen schaffen voor mij. Hij deed dingen zeggen voor mij. En dat zijn beter gedanken hier zo. Dat Jezus heeft een positie van alle macht en autoriteit gekregen over alles. En dit is een ding wat we ook horen geleerd in Kapitel 1. Dat Jezus als de schepper van alles heeft alles gemerkt en hij is even alles wat je is. Zo dat is wat hij heeft, een positie van macht en autoriteit. En dan redt er ook van een waren aanbiddingszelt. Zo Moses had een aanbiddingszelt gemerkt en dat we bloos een schoten, maar het redt van een waren aanbiddingszelt wat God zelfs heeft gemerkt. Zo wat bedoelt het? Mensen hebben meerdere verschillende gedanken over dit. Ik wil de verschillende gedanken ook zijn. Sei kurz, und ich will aber nicht zu viel von jeder Eint reden. Ich will gleich ein Dollar, du bloß unter konzentrieren, um was der Schreiber probt zu sagen mit dem Ola, was der Hauptpunkt ist. Aber einige Gedanken ist, dass es bloß einfach ein wörtliches Anbetungszelt oder ein Tempel ist, im Himmel, durch wo Jesus dann den sein Blut dort heimbringt. Das ist eine Gedanken, die Menschen haben. Ein andere Gedanken ist, dass es meint, im großen Ganzen dort Himmel selbst, dass dort ist der neue Tempel, der Anbetungszelt. Een andere gedanke is dat de ware aanbiddingszelt dat is de kerk of de gelovige mensen. Wegen de Bibel redt je van dat wij zijn de tempel of de geestelijke tempel van God, waarin God woont. Dat zijn andere gedanken wat mensen hebben. En een vierde gedanke is dat God en Jezus die zijn de ware aanbiddingszelt of de ware tempel. Nu, er zijn versen wat alle verschillende gedanken ook bestedigen doen. Over de hoofdzaak blijft hetzelfde en don't wat die geloven is over deze gedanken, wat het is. De schrijver de proef de punt te bestedigen dat de aardische of de aardische ordeningen wat waren aangesteld door Moses, wat de Leviten deden, die zijn nu weg en de eeuwige ordeningen, de betere hemelse ordeningen, wat Jezus nu brengt, dat wat Jezus deed, die zijn niet door en er staat tot onderuit. Zo so, we deze dingen in onze gedanken houden en morgen waar we meer van kracht deze dingen reden, mag God je zegenen, wie zijn ons morgens.